Nou ja, ik ga ervan uit dat het allemaal wel onder controle is. Ja, hij kucht al. Ja. De burgers werd de vakantie verlengd tot minimaal 3 februari. Dus weer later hersteld naar 10 februari. Ik zit met mijn onderneming in de top 5. Ze hadden eerst Wuhan gewoon afgezonderd, zeg maar, en de rest van China niet. Maar oké, het is Chinees nieuwjaar en mensen die gaan op bezoek bij familie. En uiteindelijk hebben ze besloten om Wuhan helemaal af te zonderen, een shutdown. Maar er zijn toch nog 5 miljoen mensen vertrokken naar hun eigen steden. Ja, en daar is het probleem ontstaan. Dan krijg je tot je dat meer maatregelen worden genomen. Dat er bepaalde instanties, toeristische plekken, direct dichtgingen. Er is een Disney World daar. Die ging die vrijdag dicht. Dat zegt wel wat. Hoe loop je daar rond? Kijk je ook bij elk kuchje even, goh, wie kucht er nou? Ja, maar dat is ook een beetje een automatisme dan, hè. Iedereen heeft zijn kapjes op, alhoewel dat niet zoveel helpt. Maar je toch doet om nog het minimale of het maximale eruit te halen. Dat je elkaar, als je moet niezen, dat je dat eventueel je kapje doet. Maar dan kan je die ook wel weer weggooien. Maar er werd altijd goed aangegeven wat je exact moet doen om het te voorkomen. Dus veel al je handen wassen. Als je moet niezen, doe het dan tussen je armen. Maak je handen heel vaak schoon en controleer jezelf iedere keer op een verhoging. En dat deed iedereen hartstikke goed. Vandaag hoorde ik al dat alles moet binnenblijven en om de dag mag 1 familielid boodschappen doen. Zo. Om de dag. Ook en niet iedere keer hetzelfde familielid. Ook in jouw stad? Ook in mijn stad. Ja. De piek is nog niet bereikt. En als die piek bereikt is, en niemand en ik zeker weet niet wanneer die bereikt is, dan, en het is veilig, dan ga ik terug. Is het niet, dan blijf ik nog even thuis. Moeten vrienden, familie, mensen die jou tegenkomen zich zorgen gaan maken? Doe jij dat? Ik maak me geen zorgen. Dan hoeven zij dat ook niet. Dat is jou ook verteld, toch? Door de dokter? GGD. Ik heb de huisarts geïnformeerd. Toen ik al in China was, ik land zondagochtend, moet ik mij melden. Ik heb geen symptomen van, helemaal niets. Ik voldoe niet aan die criteria. Wat moet ik doen? En zeiden, ga lekker naar huis en geniet van je 2 weken. Ja, geniet van je 2 weken. Dankjewel.